Interessante gesprekken met interessante mensen. Daarvoor zorgt het team van In Gesprek Met voor. Volg de uitzending elke woensdag om 5 uur 's middags via ATV kanaal 12.1. De herhaling elke woensdagavond via ATV kanaal 12.2. In Gesprek Met, een ATV productie. Kijkers, goedendag. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering van In Gesprek Met praten we onder andere met Julio Bicari. Julio is de directeur van de molen, de VSU, maar nu ook de Casafas NV. Casafas NV is een cassavefabriek dat uiteindelijk cassavemeelproducten zal moeten gaan produceren. Ik heb met Julio afgesproken dat we elkaar gaan tutoyeren. Het is dus in samenspraak met hem. Hij heeft liever niet dat ik hem meneer Bicari roep. Dus verder in dit gesprek gaan jullie gewoon horen dat ik zeg Julio of hier. En hij gaat ook zo met me praten. We praten over het bedrijf Casafas, dat nu ook onderdeel is van jouw bedrijfsketen. Ik wil allereerst vragen van waar de ideeën om te uit te breiden. Nou, Richelle, dankjewel voor het gesprek. Het idee achter Casafas moet ik je eigenlijk een stukje terugbrengen in de tijd. Iedereen kent de Molen NV, onze lokale meelproducent. Daar geef ik al bijna 14 jaar leiding aan. De Molen heeft een dochteronderneming VSU. En eigenlijk is VSU ooit eens ontstaan uit integratieprojecten om zoveel als mogelijk lokaal agri-produce te gebruiken in de productie van onze basisvoeding. VSU houdt zich bezig met de productie van veevoer en de molen met de productie van meel voor brood. Tijdens mijn carrière hier op de molen hebben we eigenlijk gezien dat de impact van een lokaal vervaardigd meel dusdanig effect zou hebben. Niet alleen op de importvervanging voor wat we zouden doen, maar ook een spin-off naar de lokale agrarische sector. We hebben diverse agrarische producten bekeken, onderzocht en cassavemeel was ook eigenlijk sinds de jaren 60 en 70 ook al in onderzoek in Europa als gedeeltelijke vervanging van aardappelzetmeel. En tijdens die onderzoeken is gebleken dat als je de lokale sector, agrarische sector wil stimuleren, het een uitermate geschikt product is om tarwemeel te vervangen in brood. Tarwemeel groeit overigens maar op slechts enkele klimaatomstandigheden in de wereld om goed brood mee te kunnen produceren. Vandaar dat je hem ook maar gedeeltelijk kan vervangen met cassavemeel. Zo zijn die plannen in ontwikkeling gekomen en eigenlijk waren we in 2012 of 2013 al zover hiermee. Maar de omstandigheden hebben geleid dat het toch niet van start is gegaan. Nu zijn we wederom zover ermee en Casafas zal zich erop focussen om cassave in Suriname samen met landbouwers te telen op een industriële manier en daarna industrieel te gaan verwerken tot cassavemeel. En daarmee gaan we een gedeelte van de tarwemeel, wat we nu gebruiken om brood mee te produceren, te vervangen. Oké. En de directie van Casafas heeft laatst een onderhoud gehad met de regering. Het gaat namelijk over het bedrijf moet opgestart worden. Dus waarover gingen die gesprekken met de regering? Het gesprek ging eigenlijk om de ondersteuning ervoor. Een project als Casafas is niet alleen lokaal, maar regionaal vrij nieuw. Cassave wordt in de hele regio, behalve in Brazilië en verder Zuid-Amerika, wordt het nog vrij primitief geteeld. En dat brengt dan weer risico's mee voor financierders als het gaat om de productie van het eindproduct. Want hoe kom je aan je grondstoffen? Mm-hmm. In dat kader hebben wij dus een keten, een benadering genomen. En we hebben externe partners gevonden, de Islamic Bank, om die bereid zijn te financieren. Banken als de Islamic Bank financieren niet alleen op basis van profitability, maar ook op basis van solidariteit en ontwikkeling van de lokale gemeenschap en het land. De partner country. In dat kader zijn ze zich bereid willen geweest. Onder slechts enkele voorwaarden. Eén voorwaarde is dat ze een non-objection supporting letter kregen van de regering. En zo'n brief houdt letterlijk alleen maar in dat het past binnen het ontwikkelingsbeleid, ontwikkelingsstrategie van de regering van dat land. Als ook dat het past binnen de milieuaspecten dat mee is genomen. En die zijn de enige twee dingen. Het wordt een business-to-business loan. Wij geven ook de dekkingen en andere garanties die nodig zijn ervoor. En daarover ging het onderhoud eigenlijk. De regering was sinds het begin, want de gesprekken gaan ver voort, tot naar vorig jaar,
was al sinds het begin bereidwillig om dit te doen met ons en enthousiast. Echter heeft de president specifieke instructies meegegeven omdat hij, de president stond er dichtbij, voordat hij president werd, stond hij er dichtbij bij de boeren die benadeeld zijn toen door de mislukte cassavefabriek van de vorige regering. Hij en zijn partijleden, zoals het me is verteld, hebben toen deze boeren moeten opvangen. Ze hebben deze boeren moeten trainen en ze hebben deze boeren moeten opvangen om hun oeverschot aan cassave te kunnen gaan afzetten. Dus de instructies waren eigenlijk gericht op naar deze organisaties toe. Dat we met hen gaan praten en kijken wat hun ervaringen waren en hoe we gaan voorkomen dat dergelijke scenario's zich weer voordoen. Nou, twee dingen. Los van het feit dat wij uit de particuliere sector komen, we meer dan 60 jaar ervaring hebben in de productie van tarwe, van meelproducten. En daarmee dus eigenlijk al een zekere mate van garantie bieden. We zijn geen overheidsbedrijf. We weten wat productie is. Dus daar konden we, en daar was wel het vertrouwen al van de president. Het stukje zekerheid wat hij wilde inbouwen was dat de boeren dat ook hadden. En wij zijn met al deze organisaties om tafel gaan zitten. En binnen een traject van 3 maanden hebben we samen met de organisaties, hebben we tot ongeveer 1000 organisaties die ongeveer 1000 hectare al in cultuur hebben, hebben we contracten meegesloten voor het gezamenlijk delen van de cassave en de afzetgarantie voor hun. Goed, je hebt gesproken over het overheidsbedrijf van cassave in Para en dat jullie eigenlijk die boeren hebben overgenomen. Maar juist daar ontstond die verwarring, want toen we laatst cassave was NV, dan dachten we, oh, dus misschien heeft dat bedrijf, dus dat overheidsbedrijf, een andere naam gekregen en gaan ze een beetje anders opereren. Het is eigenlijk dus niet zo. Cassavas komt gewoon geheel vanuit de molen. Ja, Cassavas is een zusteronderneming van de molen. We hebben niets te maken met het bedrijf van de overheid, wat cassava produceerde of moest produceren. We zijn helemaal los daarvan. Het enige wat we hebben gedaan is met de boerenorganisaties die toen cassave zijn gaan telen ten behoeve van die fabriek. We zijn met gesprekken met hen gaan voeren en afspraken met hen gaan maken. En je sprak ook over de financiering van IDB. ISDB, Islamic Bank. Oh ja, de Islamic Bank. Hoeveel bedraagt die financiering? De financiering was toen geprognosticeerd op $3.1 miljoen. Maar daarmee zijn de gesprekken al gaande met de ISDB hoe we dat gaan regelen. De overheid moet eigenlijk een ondersteuningsbrief sturen naar de ISDB. Is dat al gebeurd? Ja, het wordt door ons verstuurd. De overheid heeft die brief naar ons toegericht. En ik denk dat we dat een van deze dagen mogen ontvangen. Maar daarvoor zijn er al ook vaste afspraken voor gemaakt. Dus wanneer kunnen we verwachten dat het produceren van meel, cassava meel, werkelijk op gang komt? Ik denk, en gezien de situatie met COVID, dat de hele wereld weer op gang moet komen, denk ik dat we toch wel 6 tot 9 maanden gaan moeten wachten. Het traject van financiering duurt minimaal 90 dagen. Dat is een uitgestippeld traject. Daarna heb je het traject van het orderen van een machinepark, het beginnen te telen van de cassave, het planten daarvan. En heb je een traject van 6 maanden daartussen ook nog. Dus ik denk eerste kwartaal, tweede kwartaal juni, tweede kwartaal volgend jaar, als alles mee zit, natuurlijk. Hoeveel cassave willen jullie, want jullie hebben contracten getekend met boeren, ja. Moeten ze vanaf nu al cassave? Nee, de afspraken, het zijn kijk, we hebben gedegen contracten samengesteld waarbij we zeggen het moment dat wij gaan starten met de aanvang van de fabriek en niet het productie, maar de installatie enzovoort kunnen ze gaan beginnen. Het is een traject uitgestippeld, zodat we eigenlijk op het moment dat de fabriek er staat, dat er ook al cassave ready is om geoogst te worden. We moeten ervan uitgaan dat we over per jaar, in het eerste jaar praten we over 1000 tot 1500 hectare aan cassave in te zetten. En dat moet geleidelijk aan elk jaar gaan verdubbelen. Okay. U sprak over de installatie van het bedrijf. U had er gezegd dat de verwerking hier zal plaatsvinden. Ja. Dus komt er een aparte verwerkingsunit daarvoor? Ja, natuurlijk. Het is een compleet ander machinepark dan het huidige wat we hebben. En we hebben wel daarvoor de faciliteiten als silo's en loodsen en het terrein ervoor. Maar het vergt toch wel wat installatiewerk. Vorig jaar was er ook iets dat een bepaalde organisatie niet zo blij was dat er geld gestopt zou worden in de molen. Maar ik denk dat die informatie misschien een beetje verkeerd is. Dus misschien kunt u het voor ons ophelderen wat die commotie
eigenlijk was? In eerste instantie had het niets te maken met de molen. Het was omtrent hetzelfde project Casavas. Net wat ik je zei, sinds 2014 zijn we eigenlijk al bezig met het project. En we hebben diverse malen bij de vorige regering ook aangeklopt over de letter of non-objection. Ergens inderdaad, eerste kwartaal vorig jaar, waren we met de toenmalige minister van LVV bezig. En daar is er een verwarring ontstaan omdat een agrarische organisatie, en terecht hoor, als ik kijk naar de verwarring die is ontstaan, snap ik ook dat ze terecht er tegen waren. Ergens is, ik weet niet hoe dat is, die reus ontstaan als zou de overheid de financiering doen van een particulier bedrijf, Casavas. Maar het verhaal is zoals het nu is, zoals het altijd was, is dat wij uitsluitend het supporting letter van de overheid nodig hadden, die letter of non-objection. En daar was even verwarring over ontstaan, maar het is ook heel snel gekleurd. Dus nu is er een goede verstandhouding met die organisatie? We hebben eigenlijk niet eens een verstandhouding met de organisatie. Niet goed, niet slechts, neutraal kan ik zeggen. Er is geen samenwerking op dit gebied erover. Oké, goed. En als we kijken naar uw bedrijfsketen, is er andere ontwikkelingen die we kunnen verwachten op kort termijn? Er zijn sowieso diverse projecten waar we mee bezig zijn, gelijktijdig. Simultaan, kijk, voor ons is het belangrijk, we moeten ons gaan realiseren dat echte productie, ontwikkeling, ook echt komt wanneer het de agri-produce is, wanneer we het van onze eigen bodem produceren. En in dat kader zijn we met heel veel projecten bezig. U heeft een heleboel plannen, en bij het uitvoeren van deze plannen, denken jullie eraan om samenwerkingen aan te gaan met andere particuliere bedrijven of misschien kleine ondernemers? Zowel in de industrie als met lokaal klein ondernemerschap, zoals je dat verwoordt, zijn er altijd samenwerkingen nodig. Je moet een sterke lokale backbone hebben voor je ook extern kan gaan, vooral in de voedingssector. En daar focussen we ons ook echt aan de lokale agro-voedingssector. En daarbij zijn samenwerkingen essentieel. Net zoals we dat doen in ons pluimveebedrijf, waarbij we een outgrower systeem hebben. Net zoals we bij Casavas doen met diverse outgrowers. Ook zo zullen er in alle ondernemingen van ons samenwerkingen zijn. Ook bij de molen hebben we met de bakkerijindustrie hele goede samenwerking nodig om ook te kunnen prevaleren. We praten nu over de lokale productie en de lokale sector. Maar denken jullie op lang termijn eraan om bijvoorbeeld deze meelproducten te gaan exporteren of samenwerkingen aan te gaan met buitenlandse bedrijven? Het doel uiteindelijk is altijd om ook te exporteren. Maar net zoals ik zei, je moet eerst een sterke lokale basis hebben, zodat je een efficiënt product, een concurrerend op de markt kan zetten. En de exportmarkt is niet ver van ons. We hebben een regio, we hebben verdragen in de CARICOM waarbij we dus een markt hebben van 16 tot 20 miljoen mensen. Nu misschien meer met de Venezolanen die ook in de CARICOM zitten. Maar je moet kunnen concurreren. En daarvoor moet je echt een sterke lokale basis hebben en goed en efficiënt produceren voor een concurrerend product. En als we kijken naar dat jullie nu een investering gaan willen doen, terwijl we in een soort van financiële crisis zijn. Hoe belangrijk vind je dat bedrijven blijven investeren in zo'n periode? Volgens mij is dit juist de beste tijd. En landen die in crisis zijn, ik wil het niet zeggen in crisis, we hebben heel veel uitdagingen in ons land, maar een crisis is wel heel erg extreem. Maar ik denk dat het juist de juiste tijd is. En kijk, als je het negatief wil gaan zeggen, ga je zeggen in troebel water zit goed vissen, maar dat klinkt alsof je naar geld zit te zoeken. Maar ook voor ontwikkeling. Het is heel makkelijk te zeggen. Ja, in de ontwikkelde landen. De ontwikkelde landen bieden meer zekerheid, dat staat vast. Maar je moet ook gewoon zwaarder concurreren in zo'n land. Je kan niet gaan zeggen, ik ga morgen in een sterk ontwikkeld land met een business idee komen, wat al uitgevoerd wordt door 10, 20 mensen. Terwijl in een land als Suriname hoef je niet de eerste te zijn om het te maken nog. Vandaar dat ik denk dat het noodzakelijk is dat mensen blijven investeren. Je bent een ondernemer met een hele positieve instelling. Misschien heb je als ondernemer die in zoveel sectoren bezig is, misschien heb je een boodschap voor alle Surinaamse ondernemers, klein of groot, die nu denken van het is geen goede tijd om te investeren. Misschien heeft u wat aan te zeggen. Ik denk dat ik het zo net ook al heb. Kijk, elke ondernemer verschilt ook en ook elke sector, ook de business waar je in zit. Ik zit nou eenmaal in een essentiële business, vandaar dat ik waarschijnlijk ook op deze manieren naar kijken. Ik denk dat elke ondernemer wel altijd positief blijft kijken ernaar.
als een echte ondernemer op een bepaald moment zegt, ik stop even ermee met investeren, zal hij ook wel een gedegen reden hebben. Maar vooral blijven doorgaan. Dat is het. Zo kijkers, met een gesprek van Julio Bicari zijn we aan het einde gekomen van het eerste blok van In Gesprek Met. Mijn collega Sifra Goudland gaat het volgende deel aan u presenteren. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In het eerste deel zag je mijn collega Richelle Maknak in gesprek over de nieuwe cassavefabriek die in oprichting is. In dit tweede deel gaan we het hebben over geld en merendeels over het bankwezen. En mijn gast is de heer Terrence Gunnish, de directeur van de Surichange Bank NV. Meneer Gunnish, welkom in de studio en welkom in gesprek met. Dank u wel. Graag gedaan om hier te zijn. Helemaal. We beginnen altijd een beetje met een persoonlijke vraag, zodat de samenleving ook een beetje weet wie met wie we allemaal praten. Daarom de vraag is, wie is Terrence Gunnish precies? Terrence Gunnish is een jonge, enthousiaste persoon. Ik heb een aantal jaar geleden de keuze gemaakt om terug te komen naar Suriname. Na de start van mijn carrière in Nederland te hebben gedaan, bij onder andere de ING-bank. Vervolgens ben ik naar Suriname gekomen en heb ik ruim 12 jaar bij de Hakeringbank gezeten. En vanuit de Hakeringbank de overstap gemaakt naar de directie bij de Surichange Bank. Ik ben vader van twee kinderen, happily married. En voor de rest natuurlijk hoop ik een interessante, leuke, maar vooral goede tijd te hebben bij de Surichange Bank met het team daar. Heel mooi, heel mooi. U bent nu, als wat u zelf zegt, u heeft de overstap gedaan van de Hakeringbank naar Surichange. Wat zijn allemaal uw beleidsinzichten als nieuwe directeur van de bank? Ja, de Surichange Bank die bestaat nu ongeveer 16 jaar. De historie gaat iets verder terug dan dat. De organisatie is veel eerder dan dat in Suriname actief geweest op het gebied van het cambiowezen en het overmaken van gelden, met name de remittances uit Nederland. Daar staan we bekend om. Maar die organisatie is inmiddels veel meer dan dat. De afgelopen 16 jaar is een basis gelegd om verder op te gaan bouwen. En daarmee is eigenlijk gevraagd om de organisatie toekomstbestendig te maken en te herpositioneren in de markt. Zowel lokaal, maar ook op de diaspora-markt. Als ik zo naar u luister, toekomstbestendig, wat zijn allemaal de toekomstplannen? Want mensen zijn allemaal benieuwd. Ja, nou, het begint natuurlijk bij het bestendigen van de basis van de organisatie. Dat betekent dat wij de komende tijd ons bezig gaan houden met het verbeteren van onze interne organisatie en het leggen van de basis voor verdere groei. Dat is allemaal vastgelegd in het nieuwe strategisch plan welke we hebben ontwikkeld voor de bank. En we gaan in feite beginnen helemaal van de basis met het moderniseren van de interne regelgeving. Ervoor zorgen dat we natuurlijk complyen aan wat nationaal en internationaal de actuele verwachtingen zijn vanuit de markt, maar ook vanuit toezichthoudende organen en vanuit onder andere de vereisten voor correspondent banking. Dat betekent dat we dus al onze interne regelgeving gaan inventariseren, reviewen en aanscherpen. We gaan de capaciteit van de organisatie versterken. Dat betekent dat we gaan investeren in onze mensen. We hebben een jong en enthousiast team dat heel graag wil, zich heel graag wil ontwikkelen. Dat gaan we natuurlijk verder verbeteren. En we gaan het ook verder uitbouwen. Dat is noodzakelijk, omdat als je als organisatie verder wil groeien, moet je wel zorgen dat je de juiste resources in place hebt om dat te kunnen doen. Als we dat gedaan hebben, dan komt er een traject van digitalisering en modernisering van de faciliteiten van de bank. We zijn op dit moment al geruime tijd in gesprek met nieuwe partners op het gebied van IT.
En wij verwachten later dit jaar daarover definitieve besluiten te nemen. En ergens volgend jaar moeten we zover zijn. Dat we dus een heel modern nieuw IT-systeem in gebruik hebben genomen. Waardoor we dus mee kunnen gaan met al onze competitors op het gebied van de digital channels. We zijn op dit moment ook aan het kijken of aan het onderzoeken de mogelijkheden om de bank uit te breiden naar meerdere locaties. Ook dat is een stap die wij willen zetten. Maar natuurlijk gaat alles gepaard met een goede voorbereiding, een goede planning. Maar ik denk dat de samenleving uit mag kijken naar een verdere versteviging van de positionering van de Studychange Bank, lokaal en internationaal. En we nodigen graag de samenleving uit om de weg naar de Studychange Bank te vinden. Om ons te ondersteunen in dit groeitraject. De perspectieven voor Suriname zijn goed op de middellange en lange termijn. En ik denk dat we met z'n allen een taak en een verantwoordelijkheid hebben om onze bijdrage te leveren. En wij zullen dat zeker doen vanuit Studychange Bank. En met de ondersteuning van de samenleving moet dat zeker lukken. Helemaal, allemaal heel interessant. Maar net als wat u ook al in het begin gaf. De mensen kennen de Studychange Bank als remittance bank. Maar ik denk dat heel wat mensen niet weten dat de bank veel meer kan. Dus waarvoor kan men allemaal terecht bij de bank? Hoe zien de afdelingen eruit? Waarvoor kan men leningen komen nemen bij Studychange Bank? Hoe ziet het allemaal, het proces van de banken precies uit voor een prospective client, om het zo te zeggen? Ja, de Studychange Bank die is al enige tijd een primaire bank. Dat betekent dat we alle producten en diensten voeren die alle banken in Suriname, alle grotere banken in Suriname ook voeren. Dus men kan bij de Studychange Bank terecht voor het sparen, voor het beleggen, voor het aanhouden van een betaalrekening, voor het lenen van gelden in de vorm van een persoonlijke lening of een autofinanciering of een hypotheek voor een woonhuis. Maar ook voor investeringskredieten voor bedrijven, rekeningcourantkredieten voor bedrijven. Voor het buitenlands betalingsverkeer, dat kunnen we faciliteren. We zijn daar wel veel eisend in. U zal dus moeten voldoen aan een aantal eisen, wilt u overmakingen via ons naar het buitenland kunnen doen. Dat is helaas de realiteit gegeven de internationale ontwikkeling op het gebied van correspondent banking. En natuurlijk de ontwikkelingen die Suriname de afgelopen jaren hebben geraakt. Maar dat neemt niet weg dat wij dat ook kunnen. Ook het verstrekken van bankgaranties bijvoorbeeld is een product dat we goed kunnen doen. Dus in feite kan men bij ons terecht voor alles. Ook voor foreign exchange, dus omzettingen van SRD naar vreemde valuta of van vreemde valuta naar SRD kan men bij ons terecht. Basically komt het erop neer. Alles wat u bij de grotere banken kunt doen, kunt u ook bij de Studychange Bank doen. Maar als u het zo mooi vertelt, is het dat iemand die bij wijze van spreken, laten we zeggen, die bij een cambio terecht wil, maar aangeeft, oké, ik doe toch vaker zaken met Studychange, dat ze wel aangeven. Ik moet bijvoorbeeld op reis. Kan ik bijvoorbeeld euro's kopen binnen de bank, maar ik ben geen cliënt bij de bank. Kan dat wel? Ja, dus de trend in banking op dit moment is dat we dus geen nieuwe diensten meer verlenen aan mensen die geen cliënt zijn van de bank. Dus dat betekent dat wij de preferentie hebben dat cliënten natuurlijk een rekening bij ons aanhouden op het moment dat wij structureel zaken met mensen gaan doen. De mensen die gebruik maken van de remittance dienstverlening op dit moment, die mensen die komen wel in aanmerking, omdat zij dus al door een zeker screeningproces zijn gegaan. Dus dat is geen probleem. Andere klanten die naar ons toe kunnen komen, die kunnen inderdaad hun valutaverkeer ook bij ons regelen. Maar we zullen natuurlijk in de meeste gevallen, zeker als het gaat om grote bedragen, zullen we vragen dat de mensen ook het proces van onboarden bij ons gaan doorlopen en een rekening bij ons gaan aanhouden. En die rekening is natuurlijk nooit weg. Omdat het heel belangrijk is, de ontwikkeling in Suriname is dat we richting chiralisering gaan. Dat betekent dat we steeds minder cash gaan handelen en steeds meer over bankrekeningen gaan laten lopen. Dat is ook in lijn met de internationale verwachtingen en ontwikkelingen. Het heeft allemaal te maken met natuurlijk het schoonhouden, het veilig houden van het financieel systeem. Daar willen wij natuurlijk als Studychange Bank ook onze bijdrage aan leveren. Dus wij zullen successievelijk de mensen die op dit moment nog geen rekening bij ons aanhouden en van tijd tot tijd wel zaken met ons doen, overzetten naar
naar het hebben van een rekening bij de bank. En dat opent ook veel deuren voor u, omdat u op zo'n moment in staat bent om meerdere diensten van de bank af te nemen. U bouwt een historie op bij de bank, waardoor als u in de toekomst een lening nodig heeft, het ook een stukje makkelijker kan gaan, omdat wij al gezien hebben dat u zoveel tijd, uw salaris of uw inkomsten bij ons hebt gestort. U bent altijd uw verplichtingen richtig nagekomen. We hebben geen verzoeken gehad voor bijvoorbeeld beslagen of dergelijke voor derden. Okay. Waardoor we dus meer zicht hebben op wat we voor u kunnen betekenen. Dus dat is eigenlijk een beetje de richting welke we uitgaan. We zijn ook bezig om toegang te verkrijgen tot het netwerk van BNets. Dat hopen we ook snel te kunnen realiseren. Waardoor u in de toekomst ook bij de StudyChange Bank kunt beschikken over pinpassen, postmogelijkheden en dergelijke. Dus u kunt dan ook full-fledged digitaal bij alle andere entiteiten en ATM's in Suriname terecht. Maar ook gewoon betalen in de winkel met uw pinpas gaat u kunnen doen vanuit de rekening van de StudyChange. Oh, dus dat was nog geen mogelijkheid binnen de StudyChange? Op dit moment maken we wel over naar andere banken, maar we hebben nog geen pin- en postmogelijkheden. Okay. Maar dat is dus een van de ontwikkelingen die wij vrij snel gaan brengen. Ja, want dat is ook veel handiger. Ja. Over remittance gesproken, er zijn veel Surinamers die ondersteuning krijgen vanuit het buitenland. En de afgelopen, vanaf de COVID-pandemie echt zo'n kop naar buiten heeft gebracht, was het altijd een drukte van belang bij de bank. Hoe kan het volgens u dan makkelijker? Ja, dus het advies wat wij de mensen willen geven is open een rekening bij ons, waardoor we de gelden op uw rekening kunnen plaatsen. En u kunt dan vanuit die rekening, kunt u op een moment dat het u uitkomt, uw geld opnemen of overmaken naar andere partijen. De procedures daarvoor zijn vereenvoudigd om ervoor te zorgen dat de mensen op een verantwoorde en snelle en efficiënte wijze over hun gelden kunnen beschikken. Ook als het overgemaakt zou moeten worden naar een andere bank, kunnen we dat verzorgen. En dat heeft te maken met het feit dat we sinds een aantal jaren hebben we in Suriname het SNEPS-netwerk. En dat is dus het interbankair kleringnetwerk dat loopt via de Centrale Bank van Suriname. Waardoor betalingen naar andere partijen in Suriname op dezelfde dag verwerkt kunnen worden. Dus het is niet meer zo dat als u gelden aanhoudt bij ons en u zou het moeten overmaken naar een andere bank, dat 3 dagen in beslag hoeft te nemen. Die gelden kunnen dezelfde dag nog bij de andere partij staan. Dus er is geen enkele belemmering voor mensen om nu reeds een rekening bij de StudyChange Bank aan te houden en te gebruiken in het interbankair betalingsverkeer. Uh-huh. En voor de mensen die dus gelden via de remittance ontvangen. De lokale partij hier in Suriname, die kan dus geonboard worden. En we zijn ook bezig met, ontwikkelingen om dat te vergemakkelijken, om dat veelal te digitaliseren. Maar dat is denk ik een onderwerp wat ik in een ander gesprek met u ga voeren. Want we moeten natuurlijk nog niet alles weggeven van wat we willen doen als bank. Sowieso, ik kijk er naar uit. Maar bestaat de mogelijkheid er dan dat men, laten we zeggen, ouders, wiens kinderen in Nederland studeren, dat zij wel via de bank ook geld, euro's kunnen overmaken naar hun kinderen? Ja hoor, dat via StudyChange NL? Ja. Geen enkel probleem, dat is mogelijk. De mensen kunnen bij ons inderdaad de overmakingen doen naar Nederland voor hun kinderen, het onderhoud van de kinderen in Nederland. Dat is geen enkel probleem. Uh-huh. Ja. Was de bank ook betrokken, want u gaf het zelf aan van mensen moeten zich aan bepaalde regels kunnen houden. Was de bank ook betrokken bij het proces van het NRA-systeem om te voorkomen dat er niet met geld wordt gespeeld of beter gezegd witwassen? Ja, dus het NRA-traject is een traject dat is gelopen vanuit de overheid, vanuit het overheidsorgaan, richting de bankiersvereniging. Dus StudyChange Bank is onderdeel van de Surinaamse bankiersvereniging. En wij hebben dus dat traject ook op onze manier ondersteund. En ik kan u gelijk meegeven dat onderdeel van het transformatietraject van de StudyChange Bank is om te voldoen aan de hoogste standaarden op dit gebied. Dus dat betekent dat wij ook op dit gebied, onze regelgeving, net als alle andere banken in Suriname, aan het reviewen en aan het aanscherpen zijn. Uh-huh. Als we kijken naar, want nu hebben we, als ik me niet vergis, zitten we op 9 of 10 primaire banken al in Suriname. En men heeft altijd een keuze om te maken. Als u zelf een vergelijking mag maken tussen uw eigen bank en de rest van de banken,
komt men wel binnen de bank stappen en zeggen, weet je wat, ik wil zaken doen met Surichange Bank en VI? Ja, als ik kijk naar de groeicijfers van de bank van de afgelopen jaren, dan moet ik zeggen, de bank is goed gegroeid. De onderdeel van mijn opdracht is natuurlijk om die groei verder te bestendigen en in feite die groeilijn steiler te maken. Dus met andere woorden, de bank sneller, harder te laten groeien. Daar is denk ik voldoende ruimte voor in de Surinaamse economie. De Surinaamse economie is in de loop der jaren gegroeid en zal met de ontwikkelingen die in de toekomst op ons pad liggen, met name de oliesector, de goudsector, maar ook andere ontwikkelingen, de agrarische sector, om er maar een paar te noemen, productie- en exportgerichte stimuleringsmaatregelen die zullen volgen, om daar een bijdrage aan te leveren. En dat betekent dus er zijn 9 banken in Suriname, maar die koek is ruim genoeg om te verdelen tussen die banken. Die banken kunnen inderdaad, er is nog ruimte voor groei. En je zal ergens natuurlijk wel gaan merken dat uiteindelijk de sterkere van de kleinere banken, die een innovatieve strategie moeten gebruiken om hun deel daarvan op te eisen. Helemaal. Ja. Daar COVID-19 zijn intrede heeft gedaan, hebben de meeste banken hun toeloop naar de banken een beetje beperkt gehouden. Maar dat was juist het tegenovergestelde bij Surichange qua, omdat er vaker veel meer remittance en geld vanuit het buitenland kwam. Hebben andere onderdelen van de bank daaronder geleden? Of moesten alleen de kassa's werken omdat men geld moest krijgen? Nee, ik denk dat in zijn algemeenheid alle banken in Suriname geraakt zijn door de COVID-pandemie. En inderdaad, onze overige business hebben we dus anders moeten inrichten op dat moment. En dat hebben we dus ook gedaan middels telefonische dienstverlening, veel meer gebruik maken van digitale kanalen. We zijn een beetje gelimiteerd op dat gebied omdat we nog geen internetbanking en mobile banking hebben. Dat zal binnenkort veranderen. Maar we hebben natuurlijk wel andere mogelijkheden. Hè? E-mailverkeer, telefoonverkeer, WhatsApp mogelijkheden. En doordat wij als kleine niche speler nog steeds heel erg veel persoonlijk contact met eigenlijk vrijwel elke klant die we hebben, is dat ons dus best goed gelukt om door die periode te komen. Dat gezegd hebbende, houden onze toekomstplannen rekening ermee dat als dergelijke situaties zich voordoen, dat we niet weer in dezelfde situatie willen verkeren als waar we nu in verkeren. Dus vandaar die nieuwe strategische plannen met de uitbreiding van de toegankelijkheid of de verbetering van de toegankelijkheid van de bank, ook wanneer je niet fysiek naar de bank hoeft te komen. Dus met mobile banking, internetbanking, maar ook verspreiding van ons kantorennetwerk en betaalnetwerk. Wat ik u kan meegeven, inderdaad, de Surichange Bank is natuurlijk iets anders dan de andere banken in Suriname, doordat wij dit segment bedienen. De remittance cliënten. En naarmate de situatie in het land wat moeilijker is geworden, merk je dus wel dat er meer steun nodig is. En die steun die komt onder andere middels die remittance business naar Suriname. Het is inderdaad zo dat er vervolgens dan hele druktes ontstaan, omdat de mensen bang waren dat de banken en dergelijke gesloten zouden zijn en ze dus niet aan hun geld zouden kunnen komen om hun betalingen te kunnen verrichten. En u moet zich voorstellen, die doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen die als ze het geld bij ons zijn komen halen, eigenlijk gelijk naar de winkel gaan om noodzakelijke inkopen te doen. Het is geen geld dat ze sparen dat komt naar Suriname. Dus het levert een wezenlijke bijdrage aan het verlichten van de noden in de Surinaamse samenleving, de acute noden. En het levert dus ook een bijdrage aan de ontwikkeling van onze economie. Want dat geld komt uiteindelijk terecht in die economie. En u moet weten dat het, behalve Surichange Bank zijn er nog een paar andere spelers, maar alles bij elkaar opgeteld gaat het om best wat geld wat in deze economie elk jaar terechtkomt via deze kanalen. Daarom ook hebben we in goed overleg met de autoriteiten ordening aangebracht in die situatie. En u zal gemerkt hebben dat bij ons vrij snel daarna, dat die COVID-lockdowns begonnen te komen, dat we vrij snel daarna het terrein buiten de bank hebben geordend en in feite de business verplaatst hebben naar ons achterterrein.
met de bedoeling dat we meer ruimte hadden om de social distance in acht te nemen. Dat we, laat maar zeggen, hekken en tenten hadden geplaatst om de mensen droog te houden of uit de zon te houden. Dat er extra beveiliging was om de mensen te begeleiden. Maar desondanks, het gaat om grote hoeveelheden mensen. Dus we hebben ons uiterste best gedaan om dat te ordenen en het is ons gelukkig goed gelukt. En we hebben dat in goed overleg met de autoriteiten gedaan. En van deze kant uit denk ik dat het ook past om de KPS en het COVID-management team en de autoriteiten te bedanken voor de ondersteuning in dat traject. Heel mooi. U gaf ook aan dat de Surinamebank ook lid is van de bankiersvereniging. Doen jullie ook mee aan, ook ik heb een bankrekening, ondanks je hebt mensen die... Je hebt marktventers, dus echt de kleine hosselaars die geen werkgeversverklaring kunnen overleggen. Staat de bank ook wel open om die groep mensen ook te ondersteunen om een bankrekening te openen? Dat is wat u zegt, om het te vergemakkelijken. Ja, we staan daar zeker open voor. We hebben een traject opgestart om de mensen die remittancegelden hier ontvangen, om rekeningen voor die mensen alvast te openen. Je moet op een gegeven moment out of the box kunnen denken als organisatie. En als je mensen uitsluit uit het systeem, dan ga je ook niet weten wat er in principe in je economie doorgaat. En je gaat ook niet weten hoe het vanaf waar de hiaten zijn waar je op moet inspelen. Dus het uitsluiten van mensen uit het systeem, dat denk ik zou geen goede zaak zijn voor het financieel systeem. Wat wel zou moeten gebeuren, en dat is denk ik ook een ontwikkeling die nu heel, heel erg gaande is in de financiële sector, is dat je het moet reguleren. Dus als je de mensen toelaat tot het systeem, moet je in staat zijn om te kunnen monitoren welk gedrag er wordt toegepast. Wat doen de mensen met de middelen die binnenkomen? En waar komen die middelen vandaan? Waar gaan ze naartoe? Op welke wijze worden ze gebruikt? En net zolang als mensen... op een correcte manier bezig zijn en met legale dingen bezig zijn, is er niks aan de hand. Klopt. Maar op het moment dat, je ziet dat er misbruik wordt gemaakt van het systeem, moet je in staat zijn in te spelen. En dat is, wat denk ik de grootste uitdaging is voor de financiële sector op dit moment in Suriname, om ervoor te zorgen dat we dat kunnen controleren en dat risico kunnen managen. En dat gebeurt onder andere middels forse investeringen in IT-systemen, maar ook forse investeringen in het aantrekken van de juiste mensen, opleiden en trainen van mensen om dat soort patronen te kunnen onderzoeken. Dat is een grote uitdaging voor Suriname, maar een noodzakelijke uitdaging. Want anders blijf je, met een hele grote groep mensen in die samenleving die eigenlijk achtergesteld zijn. U moet weten dat het hebben van een bankrekening geen luxe is. Klopt. Het hebben van een bankrekening is tegenwoordig een noodzaak. Omdat je dan historie opbouwt en met die historie kan je dus eigenlijk een stukje ontwikkeling brengen voor de mensen. Want het begint natuurlijk, je moet het vergelijken met de levenscyclus van een mens, toch? Je bent geboren, je kan nog niet lopen, je kan nog niet rennen. Gaandeweg ontwikkel je je. Op een gegeven moment moet je gaan studeren. Op een gegeven moment begin je spaargeld te krijgen van je ouders. Je moet daar ergens iets mee doen. En ja, het is niet veilig om die dingen onder je matras thuis te stoppen. Dus op een gegeven moment werd je gebracht naar de bank door je ouders om een spaarrekening te openen. De bank heeft dan al kennis met je gemaakt. Hè? Je hebt een spaarrekening bij ons. We zien elke keer dat je ouders wat geld erop stoppen. Op een gegeven moment ga jij beginnen om wanneer je wat groter bent, je zit op de middelbare school, je zit op de MULO-school, dan ga je op een gegeven moment zelf naar de winkel om inkopen te doen. Dan gaan we zien, je hebt geld opgenomen, je hebt geld gespaard. Dus je ontwikkelt je en je leert omgaan met geld in de jongere fase. Op een gegeven moment ga je studeren, ga je werken, ga je eerste salaris verdienen. Toch? En dan komt het binnen op de bankrekening. Dat zien we ook. De persoon krijgt inkomsten binnen, het is steady income, komt uit één vaste bron of misschien twee als je een beetje harder moet werken om in je levensonderhoud te voorzien. En wij zien die historie. Wanneer u uw eerste bromfiets of uw eerste fiets of uw eerste auto wil kopen, dan heeft de bank al zicht op die historie van u. Dan hebben we al gezien, deze persoon heeft steady income. Het is een betrouwbare persoon. We hebben nooit gezien dat ze de EBS-rekening niet op tijd heeft betaald. De SWM-rekening niet op tijd heeft betaald. Dus dat maakt het makkelijker om dan in aanmerking te komen voor dat soort producten. Als je later je eerste huis wil gaan kopen, wordt het ook weer, gaan we ook weer kijken naar uw historie en uw gedrag, financieel gedrag. Dus het is... Als je niet in het systeem bent, is het erg moeilijk om toegang te krijgen tot het systeem. Maar als je in het systeem bent, al in een vroeg stadium,
wanneer het nog redelijk makkelijk is om in feite in het systeem te komen, dan gaan er heel veel deuren voor je open. En daarom vinden wij het ook belangrijk dat er aandacht aan wordt besteed voor die inclusie, voor die financial inclusion, zoals dat heet, in de financiële sector. En wij ondersteunen dat initiatief van harte en nodigen bij deze ook de gemeenschap uit. Als u nog geen bankrekening heeft en u heeft daar behoefte aan, dan bent u bij ons van harte welkom om het traject in te gaan om een rekening te openen. Ook al heeft u geen vaste werkgever, we gaan samen met u zitten en we gaan in kaart brengen samen met u waar uw inkomen vandaan komt en wat het inkomen ongeveer is, zodat we samen verder kunnen groeien. En dat is een hele belangrijke doelstelling van de Surichange Bank. Wij zijn net als vele Surinamers, zijn we relatief jong, we zijn pas 16 jaar. In feite zijn we een tiener, toch? We zijn een tiener. Vandaar. Dus wij gaan samen met die samenleving, hand in hand gaan wij groeien de komende jaren. En dat betekent dat, laat maar zeggen, wij die hulp en die ondersteuning willen bieden aan die samenleving ook op dit gebied. Dus nogmaals, ik nodig de mensen van harte uit om hun eerste betaalrekening of hun eerste spaarrekening bij ons te openen. Ze zullen er absoluut geen spijt van hebben. We gaan met deze bank hele mooie dingen doen in de nabije toekomst. Ja, so want vooral bijvoorbeeld in deze moeilijke tijd, waarbij heel wat mensen banen kwijt zijn geraakt en continu ook naar andere mogelijkheden zoeken. Nu heb je dan ook huismoeders die bijvoorbeeld koekbakken en dat soort dingen. Dus ik denk dat men blij zal zijn dat ze nu ook veel meer mogelijkheden hebben dat er ook vanuit het bankair wezen naar die groep mensen wordt omgekeken. Ja, en wat misschien ook wel heel belangrijk is, hè? Kijk, deze doelgroepen zijn vaak mensen die weinig toegang hebben tot, laat maar zeggen, de formele infrastructuur. Hè? Dus ze hebben geen accountant, ze hebben geen consultant die ze begeleidt. En de bank is een belangrijke adviseur voor mensen over het algemeen. Je betaalt daar niet voor, je krijgt het mee met de service die we bieden. Toch, als u met ons komt praten over ik wil een auto kopen, dan is het niet u wil die auto kopen en u komt en u zegt ik wil die. Ja, sommige mensen hebben dat natuurlijk al goed uitgekend en die komen dan bij ik wil een auto gaan kopen en ik wil dit bedrag bij je lenen, kan dat. Maar andere mensen moeten geholpen worden. Die moet je uitleggen wat ze wel en niet kunnen doen met het inkomen wat ze hebben. Klopt. En die begeleiding, die zorg, die bieden wij ook als bankinstelling aan de mensen. Dat we samen met hun gaan kijken wat kan wel en wat kan niet. En wat niet kan, gaan we u eerlijk vertellen dat niet kan en waarom het niet kan. En wat wel kan, gaan we samen met u bekijken hoe wij dat mogelijk kunnen maken. Met de bedoeling dat we, hoe zal ik het zeggen, samen er beter van worden. Helemaal. En behalve met Nederland, werkt de Surichange Bank ook met, laten we zeggen, met andere landen. Vooral wanneer het gaat om het remittanceverkeer. We doen ook remittance naar andere gebieden. U weet dat we in Suriname best wel wat groepen hebben uit andere landen die hier zijn neergestreken in de loop der tijd. We hebben een groeiende Braziliaanse gemeenschap, we hebben een groeiende Chinese gemeenschap, we hebben een groeiende gemeenschap uit de Filipijnen inmiddels ook die naar Suriname zijn gehaald als kenniswerkers. We hebben de Cubanen die hier zijn neergestreken. Dus ja, wij doen ook remittances naar verschillende landen waar mensen van hier zijn neergestreken. Ja. In feite is ons netwerk best groot. U moet weten, we hebben een sterke zusterorganisatie in Nederland met een wereldwijd netwerk voor betalingsverkeer. Dus we zijn in staat om best veel te doen als kleine bank. Ja, dat klinkt sowieso heel mooi. Wij zijn daarom ook absoluut benieuwd naar wat Surichange allemaal nog in petto heeft. Ja. Want het is natuurlijk wat je zegt, alles wat je vertelt, ik moet op mijn stoel blijven zitten om te kijken waarom Surichange straks toch meer naar buiten komt. Ja. Maar meneer Ganesh, ik wil u heel hartelijk danken. Het is heel informatief, een heel ontspannen gesprek om het zo te zeggen. Ik wil u bedanken voor uw komst aan de studio en ook voor uw tijd die u vrij heeft kunnen maken voor dit gedeelte. Ja, nee, ook mijn dank aan u voor de gelegenheid aan ons geboden. En nogmaals aan de gemeenschap, u bent van harte welkom bij ons. Thank you. Kijkers, u heeft meneer Ganesh gehoord. De bank staat open. Als je wel of geen vast inkomen hebt, de medewerkers staan er om u van dienst te zijn met alle informatie en vooral ook adviezen te voorzien. Met dit tweede gedeelte zijn we aan het eind gekomen van dit deel van In Gesprek Met. Dat is wat ik ook aangaf in het eerste deel, zeggen we mijn collega Richelle Maknak in gesprek met over de cassave-industrie in Suriname. En wij zijn er volgende week terug met een tweede deel van In Gesprek Met.
Tot dan.